Welkom. Dit is de derde solo van Ramadan. Ik ben Danny. Ik ga je die beat niet geven, maar die rap. Oké, komt ie. Yo, yo, yo. De eerste twee solo's waren vette beats. Mijn specialty is MC, beatbox is het niet. Het liefst MC ik dan, die gekke freestyle over die beats van die boys. En dat terwijl ze dan tekeer gaan, met die vocale drums. Wat ik trouwens echt beschouw als een artistieke kunst. Probeer ik dan niet door je verhaal te zetten en niet te veel op gedachten te letten, want dat leidt af. Het moet puur op gevoel, met achter in je hoofd een duidelijk doel. En zo besteden wij die uren soms al nachten lang op zoek naar die flows en iets in de samenhang. En wees maar niet bang, want die vinden we vaak zat. We zitten op één lijn met hetzelfde raakvlak. Geraakt door muziek, geïnspireerd door hiphop. Brouwen wij die sessies, puur uit onze kop. En we doen ons ding, gedreven door de passie. En zomaar stoppen, ben je gek, dat doen we vast niet. Want we zijn pas net begonnen met die Ramadan hypes. Niet zomaar een hobby, maar een way of life. Yo, couplet 2. Ga je mee op avontuur, yo? Oké. Hier komt ie dan. Nu stel ik jullie voor aan de leden van Ramadan. Drie namen, twee letters, dus Danny staat achteraan. De eerste is Romero, beatbox producent. Special beat van binnenkort wereldwijd bekend. De tweede is Maarten, beatbox specialist. Eentje van kaliber die de maat nooit mist. Zo ontwikkelt hij die beats, complex zo dik. Het is om in om met de Johnny in de Ramadan klik, yo! Ramadan klik, yo! Ramadan klik, yo! Oké, dat was hem dan. Solo nummer 3. Woe!